Hardware Info Smart TV streaming wordt mede mogelijk gemaakt door hosting van IS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de AMD FX-8370E processor. Welkom bij Hardware Info TV. AMD heeft vorige week haar FX-processors nieuw leven ingeblazen. Er zijn nieuwe modellen en bestaande modellen hebben een lagere prijs gekregen. En de processor waar wij mee aan de slag gingen is een nieuwe, de FX-8370E. Nou, ja, dat is een extra zuinige uitvoering eigenlijk. Ze hebben de TDP weten terug te brengen naar 95 watt. Ja. Dat klinkt nog steeds als behoorlijk wat. Ja. Maar ik moet dat zeggen, alles is relatief. Ik bedoel, bij Intel zou je 95 watt tegenwoordig als enorm onzuinig bestempelen, maar in vergelijking met andere FX-processors is het wel echt een flinke stap omlaag. Ja, als je kijkt naar die 9590, dat is het topmodel van ze. Die zit op z'n rond de 220 watt. Nou, dat is echt heel veel. Ja. Echt een processor die in eerste instantie alleen bedoeld was voor systeembouwers en die later ook voor gewone consumenten beschikbaar is gekomen. Ja, nog steeds is dat het topmodel. Ja, en die is behoorlijk in prijs verlaagd. Ik weet nog dat die €1000 kostte en nu kost die $229. Ja, want toen we die 9590, toen we dat topmodel testen, het is alweer een hele tijd geleden, toen hebben we inderdaad via een systeembouw gekregen, toen kon je hem gewoon nog niet loskopen. Ja, en toen kwamen we erachter dat, hoewel AMD er allemaal hele mooie verhalen bij had van de eerste 5 gigahertz 8-core processor en alles aan de hand, het moest allemaal verschrikkelijk mooi zijn, kwamen we er eigenlijk achter dat het ding qua prestaties een beetje, zeg maar, tegen een 4770K aanhikte. Gemiddeld zat hij daar net onder, dus dat oorspronkelijke prijsniveau, dat sloeg echt helemaal nergens op. Voor het nieuwe prijsniveau van die bestaande processors zou je inderdaad kunnen zeggen, als je puur naar prestaties en prijs kijkt, klopt het wel, want zeg maar zo'n €200 is duidelijk goedkoper dan de 4770K, maar aan de Eneco betaal je het binnen een paar jaar 3 keer terug, zeg maar. Ja, we maken in ieder geval het grapje dat je hier eigenlijk gewoon een spaarpotje naast je computer eigenlijk zou moeten zetten, ja, en daar eigenlijk gewoon wat muntjes in moeten gooien. Of dat het eigenlijk de ideale processors zijn als je nog thuis woont en niet zelf de energierekening hoeft te betalen. Ja, ja, misschien kun je de verwarming in graden lager zetten, dan bespaar je op dat vlak weer wat. Nou, die dingen zijn in ieder geval in prijs verlaagd. Dat moest ook wel. Voor de rest een aantal nieuwe modellen. Tot nu toe was eigenlijk het normale topmodel, om het zo maar te zeggen, met een standaard TDP van 150 watt was de FX-8350. Dat is die chip die ook eind oktober 2012 als eerste van deze generatie 8-core chips werd geïntroduceerd. Die heeft nu, ja, een opvolger of een grotere broer eigenlijk, want de 8350 bestaat nog steeds in de vorm van de 8370. $20 duurder en een turbosnelheid die 100 megahertz hoger is. Ja, het lijkt wel een nieuw modelletje van Intel. Ja, inderdaad. Dit is niet heel erg spannend te noemen. Wat dan misschien inderdaad wel bijzonder is, en daar begonnen we over, de nieuwe FXE-varianten. En dat zijn dus varianten met zo'n verlaagde TDP van 95 watt. Ja, en dat maakt het eigenlijk ook wel een beetje best wel interessant als je gaat kijken naar het totale systeemverbruik natuurlijk van zo'n ding. Je gaat door die processor krijg je dus ook gewoon, ja, een totaalverbruik gewoon wat een stuk lager zit. Ja, en ja, dat is natuurlijk de vraag, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen om die enorm als onzuinig bekendstaande FX-processors toch nog zuiniger te krijgen? Nou, heel simpel, door de klokfrequentie flink te verlagen. Als je kijkt, een 8370E, wat qua modelnummer dus eigenlijk heel erg lijkt op een normale 8370. De maximale turbofrequentie is identiek, 4,3 GHz, maar waar de normale 8370 standaard werkt op 4 GHz, werkt die zuinige variant standaard op 3,3. En we hebben in onze test ook wel gezien dat die eigenlijk het grootste gedeelte van die tijd in de buurt blijft van die laagste klokfrequentie, en het is maar heel zelden dat die daadwerkelijk naar die max van 4,3, zeg maar, opturboot, om het zo maar te noemen. Ja, nou ja, uiteraard hebben we natuurlijk een hele berg benchmarks erop op losgelaten. Ja, ja, het is een bekend verhaal. AMD heeft natuurlijk 8 cores en zegt dan, ja geweldig, wij hebben 8-core processors voor minder dan €200. Tegelijkertijd weten wij al van eerdere FX-processors die we hebben getest, dat AMD met 8 cores heel veel moeite moet doen om Intel-processors met 4 cores bij te houden. Het is echt wat anders dan een Haswell E. Ja, het is echt heel wat anders dan een 8-core Haswell E, laat dat duidelijk zijn. Die 8370E, die $199 was de adviesprijs, dat gaat in Nederland zo'n €180 kosten. De Intel processor op dat prijspunt is de Core i5-4570. Die hebben we ook even in de grafiek opgenomen met gele balkjes en de nieuwe AMD FX processor met rode balkjes. In onze review staan een heleboel benchmarks. Als we er even een paar uitpikken, bijvoorbeeld hier de X264 video encoding benchmark, Mooi voorbeeld van een echt multi-threaded benchmark, waarbij dus alle cores bezighouden kunnen worden. Ja, en daar zien we dat AMD wel wint, maar met een flinterdunne marge. Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon zo dat die processorcores die in zo'n processor zitten van AMD, dat die gewoon wat minder krachtig zijn dan die cores van Intel. Dus je kan eigenlijk zeggen van ja, kijk, 4 cores van Intel, die kunnen we eigenlijk aardig die 8 cores van AMD bijhouden. Ja, nou, er zijn gelukkig ook wel multithreaded benchmarks waar AMD dan een wat grotere voorsprong neemt. Bijvoorbeeld is WinRAR, de nieuwste versie van WinRAR, kan ook perfect schalen naar meerdere kernen. En dan zie je als we een 512 megabyte bestand inpakken dat die Core i5 er 34 seconden over doet en die FX23. Dat is wel echt een aanzienlijk verschil. We moeten wel tegelijkertijd bij zeggen, dit is ook wel echt de beste benchmark die er voor AMD tussen zit. Maar goed, op een enkele uitzondering na, alle multithreaded benchmarks wint AMD wel. Maar als je naar een single-threaded gaat kijken, dan is natuurlijk de score al meteen duidelijk. Dan zal Intel winnen. En het is natuurlijk ook wel zo dat het zeker ook voor games geldt. Die zijn natuurlijk vaak single-threaded. Ja, of in ieder geval beperkt multithreaded. Wat je bijvoorbeeld wel bij games ziet, is dat bijvoorbeeld 1 core gebruikt wordt voor het aansturen van de videokaart. Een andere core wordt gebruikt om de AI-berekening te doen. Weer je hebt daar geen enorme bonus over het feit dat je er 8 hebt. Nee, je kunt er geen 100% bezighouden. Nou, wat we zien bij de game benchmarks die we gedraaid. Ofwel, er is een GPU-bottleneck en alle processors zijn even snel. Ofwel, er is geen GPU-bottleneck en dan zie je toch echt wel, zoals hier in dit voorbeeld, Crysis 3, Full HD, High met een AMD 7970, of tegenwoordig noemen we dat 280X. Ja, zie je toch wel dat die Core i5 een klein stukje sneller is dan deze nieuwe FX. Ja, en als je dan naar het stroomverbruik gaat kijken, ja, dan, dat is toch wel een klein beetje een tegenvaller. Ja, is het glas half vol of is het glas half leeg? Dat vroeg me een beetje af, want we hebben hier het stroomverbruik tijdens Cinebench, dus tijdens zo'n benchmark die van alle cores gebruik kan maken. Dan gebruikt het testsysteem met deze nieuwe 8370E maximaal 151 watt. Nou, en dat is ruim de helft minder dan de 9590. Ja, dat is inderdaad. En het is ook nog steeds aanzienlijk minder dan zeg maar, die normale 8350, want die zat op 208 watt, dus dat is echt ruim 50 watt minder. Dus wat dat betreft, de belofte van AMD klopt, hij is veel zuiniger. Maar ja, het verschil met Intel blijft echt gigantisch, want die Core i5 die scoort in Cinebench, haalt hij ongeveer hetzelfde resultaat. En daar verbruikt het complete testsysteem 95,5 watt, dus dat is ruim 55 watt minder voor wat eigenlijk gewoon de processor en de chipset bij elkaar. Ja, en dat is toch wel echt, is en blijft een groot verschil. En dan is natuurlijk de vraag van ja, wat moeten we hier nu van vinden? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat ga je nou exact met je systeem doen. Kijk, en dan zit je nou net in die multi-threaded wereld en ga je dat soort toepassingen doen en heb je niet een al te grote burst, dan kan het best een interessante processor zijn. Ja, ja en over het algemeen, ja, dan zal de keuze waarschijnlijk bij Intel liggen. Maar ik kan me toch wel voorstellen, als je zegt van ja, videobewerking, dat soort zaken, dan kan het best interessant zijn. Ja, maar dan denk ik daar wel meteen bij, als je inderdaad voor zo'n processor als dit gaat, inderdaad. Bijvoorbeeld dat je zegt ik wil er gewoon wat minder aan uitgeven, ik wil wel bij video bewerken, maar ik vind €180 voor een processor vind ik duur zat. Ja, je koopt zo'n AMD FX processor als je niet heel erg in zit om het energieverbruik en dan kun je misschien beter maar gewoon zo'n normale 8370 kopen. Die is even duur, die is inderdaad nog wel iets minder zuinig, maar dan heb je in ieder geval wel nog wat betere prestaties voor hetzelfde geld. Ja, en als je van overklokken houdt dan wil je misschien ook voor die traditionele uitvoeringen gaan. Ja, want dat is inderdaad, hebben we nog niet eens over gehad, maar een voordeel natuurlijk wel van AMD is dat al die FX processors zijn unlocked. Ook die nieuwe E-variant, of het bij de E-variant zo zinnig is, daar kunnen we nog wel een boom over opzetten. Maar ze zijn in ieder geval allemaal unlocked, in tegenstelling tot normale Core i3's en i5's. Dus je kunt er inderdaad wel zelf lekker mee aan de slag. Nou, in ieder geval we hebben weer een mooie nieuwe keuze erbij. En als je een AMD-systeem wil gaan bouwen, is het interessant om naar te kijken. Nou, en de volledige review van de FX-8370E is inmiddels terug te vinden op de site. Tot zover Hardware Info TV voor vandaag. We zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Met wat Nvidia in de desktop- en de laptopwereld heeft, ja. Zou het in ieder geval volgens Nvidia ook makkelijker moeten zijn om games te porteren en geoptimaliseerd te krijgen. Ja, en buiten dat zijn er dus ook al een aantal games nu die echt geoptimaliseerd zijn voor die TGA-K1. Bijvoorbeeld ook echt grote games die we van de desktop kennen, zoals Portal van Valve en Half-Life 2 van Valve. Die kan je hier nu gewoon op, moet je wel betalen, het zijn betaalde games, maar die kan je hier...